Yo, kijkers van Online Games, van hartelijk welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival. Goed jongens, we gaan weer lekker verder waar we uiteraard gisteren waren gebleven. We gaan een aantal dingetjes vandaag doen. Ik wilde dus maandag natuurlijk een beetje de zombies weer natuurlijk op easy gaan zetten. Dat wordt wel eigenlijk een beetje tijd. En dan wil ik gaan enchanten. Ik wilde ook overal in de buurt fakkels gaan zetten. Heb ik fakkels? Ja, 30. Dat is niet heel veel. Dus dat moeten we ook natuurlijk gaan doen. Zodat er niks kan gaan spawnen. Vervolgens hebben we natuurlijk een paar dagen druk bezig geweest met dit prachtige bord. Nou goed, dat is hartstikke mooi. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat we nog met de hooibalen bezig waren. Dus dat gaan we dus ook gewoon doen. Gaan we dus vandaag eraan verder gaan. Dus laten we dat gewoon ook doen. De konijnen allemaal leuk en prachtig. Dus we gaan dus ook vandaag mee verder. Kijk, daar hebben we al een paar dagen niks mee gedaan. En dat kan natuurlijk niet. Dus we gaan dus hier zo gewoon mee verder. Maar het groeit nog niet echt hard, hè? Dus dat is wel jammer, maar goed. We doen ons best, hè? Hopelijk kan er hier ook niks spawnen. Ik weet natuurlijk wel, kijk, daar achter in de swamp en daar spawnen heel vaak heksen. Dus daar moet wel een beetje mee uitkijken. En die gaan je natuurlijk vergiftigen en het is vrij moeilijk om ze te verslaan. Ja, je kunt ze wel heel moeilijk verslaan. Maar ze vergiftigen jou en dan ga je heel snel gaan die hartjes allemaal omlaag. En dat is niet goed. Goed, voor nu wil ik dan ook dit natuurlijk ook binnenkort allemaal helemaal nieuw gaan maken. Wil ik dat ook allemaal gaan enchanten. Dat natuurlijk ook. Maar voor nu ziet er op zich wel prima uit. Goed, we hebben 57 van die dingen. Dat is heel mooi. Hooibalen 6. Hier waren we mee bezig bij de koeienfarm. Hier zo even doen. Die weg. En die dus zo. Hier zo één. En dan hier. Eigenlijk hier en hier, deze wil ik een klein beetje veranderen. Kijk, deze dat klopt niet helemaal, dus we gaan die deze ook.
Hetzelfde als hier en hier, kijk. Dan heb je dit zo. Dan wil ik aan deze kant ook gaan doen. En dat is dus al klaar, of niet? Oh nee, hier. Kijk. Dan is dit klaar. Oké. Okay. Goed. Dan gaan we nu water hierin gooien. Dan is deze kant klaar. Goed. Zullen we dat ongeveer... Hier zo doen. Volgens hier. Zo, eens even kijken. Dan moeten we het natuurlijk ook een rij dieper gaan maken. Laten we het zo doen. Kijk, zoals van waterbak. Op zich als we die koe erin doen. Dat is erin. Komt hij tot zo. Hier gaat hij dus natuurlijk wel wat dieper. Goed, maar dat maakt niet zoveel uit. Goed, twee emmers water halen en dan gaan we vervolgens, hebben we dingetje wat ik nog af wilde maken, hebben we dus af. En dan gaan we alles verlichten, wat hier te verlichten valt, en dan kunnen we hem binnenkort op easy gaan zetten. En dan komt het helemaal goed. Maar dat gaan we natuurlijk maandag doen, dus... En juist, water. Twee stuks. Goed. Hey, hier is één sneeuwplek weg. Of was die al weg? Ik zou het niet weten. Natuurlijk wel wat water. Kan ik het hier eruit halen? Dat kan ik eruit halen, wel goed thee. Goed. Laten we dus heel snel hier doorheen rollen. Hup. Tunneltje door. Ik denk dat we... Of het eerst hier zo. Juist, nu is hij helemaal goed. Oh. Als we nou een koe er even erin doen. Ga ze erin? Erin. Kom aan, koe. Oké. Okay. Deze koe misschien. Oké, okay, jij loopt er nu voor.
wil die koe dan niet in? Als ik hem sla, dan gaat hij misschien dood. Oké, ze willen dan niet in. Die erin? Ja, bijna. En dan moeten we hem duwen. Nou, ze willen dan niet echt in. Goed, dat maakt niet zo veel uit. Nee! Oeh, heb je geluk gehad, vriend. Dan alleen de konijnen nog, maar dat hebben we niet zo heel erg veel. Hooibalen nodig. Dat hebben we een beetje veranderd. We hebben er eentje natuurlijk staan. Dat is natuurlijk niet genoeg. Oké. Wij gaan dus even naar huis. Dan gaan we overal fakkels neerzetten. Waar dus de binnenkort niks meer kan spawnen. Goed. Ik heb nog maar 8 kool. Dat is natuurlijk niet genoeg. 27, dat zijn er dus 35 stokjes. 20 stokjes. Hoeveel levert dat op? Levert er een heleboel op. Dan hebben we er nog natuurlijk 15. Oké. Dan gaan we eens even kijken. Oké. Ja, ik was aan het kijken, wat is nou het... Want op zich zitten we eigenlijk omringd door het rivier, of niet? Dat is een beetje eigenlijk wel, hij gaat er een beetje... Zie je hier zo? Dus als we hier allemaal... kunnen... Dan gaan we gewoon eens even kijken dat ik overal fakkels door dit hele bos gooi. Oh, dit was natuurlijk met kerst nog. Dan weten we in ieder geval dat er eigenlijk... niks kan spannen, dit hele bos zeg maar daar. En natuurlijk ook aan de achterkant, dat is heel belangrijk. Hier. Loopt het door? Hier loopt het eigenlijk helemaal dood. Dan kunnen we dit net zo goed dichtgooien. Ja, op zich komen we niet zo heel veel hier. Is natuurlijk die swap. Goed. Hier hoeft het natuurlijk ook niet.
ook een hele 40 erdoor. Ik heb ja of een hele stack er door. En ik heb nog maar 15 kool. Goed, ja, daar zitten ook allemaal fakkels, dus op zich is het geen probleem. Hier zo'n achterkant, natuurlijk ook. Dat is dus natuurlijk ook spannend, hè. Op deze berg. Nee, dit is niks. Goed. En natuurlijk aan de achterkant. Kijk, hier zijn we natuurlijk al geweest. We zijn een beetje die kant op gegaan, maar hier sowieso nog niet. Dat is natuurlijk ook de bedoeling. Hebben we iets van kool? Nee, ik had daar hier maar. Shit, ik heb maar 15 kool. Oké. Laten we dan even stokjes gaan maken. Dan vervolgens daarna even. Oké, 60. Ik heb nu helemaal geen kool meer. Hier zit niks meer qua kool in. Alle kool die ik heb is dus op. Dus dat betekent dat ik dus binnenkort, ja, we gaan sowieso morgen de mine in. Kijk, goed. Oké, dit is een beetje te overdreven, hè? Dan is het natuurlijk handig om ook wolven te hebben, dan vallen ze nu van mij niet meer aan. Oké, okay. Is het zo prima? We gaan eens eventjes kijken. We hebben overal zo'n beetje fakkels gezet hier. Dus ik denk dat we op zich wel veilig. Zijn hier ook. Hier natuurlijk ook. Ze gaan denk ik niet echt spannen. Dat we misschien hier een paar door neer gaan zetten.
Oké. Mag vliegen, zet er even uit. Dan gaan we toch een piepklein beetje kool nog gaan zoeken. Want die kool die gaan we natuurlijk gebruiken voor morgen. Want met 31 vakkers dan gaan we het niet meer redden. Je gaat me niet vertellen dat we een klein beetje kool hebben. Ook al is het maar 20 stuks. Ik ga eerder niet de video afsluiten hoor. Daar. Daar is natuurlijk een grote toren. Want we gaan natuurlijk ergens anders naar binnen. Ik heb gekeken in de video. Laatste keer toen we... Oh, het is er ook echt letterlijk maar 2. Dat is niet heel veel. Hier is er weer wel. We hebben echt 12. Hier gaan we dus ook een piepklein beetje. Hoeveel is dat? Het is toch 15. Deze kunnen natuurlijk hier achter wel spannen, maar ik denk niet echt, want hier komen we niet zo heel vaak, denk ik. Oké. Goed, dan ga ik de video afsluiten. Nee, wacht, we moeten even mijn hele inventory helemaal leeg maken natuurlijk. Laten we dat dan ook meteen doen. Goed, kijk, maar hier komen we natuurlijk heel vaak, dus... Daarom hebben we natuurlijk ook onze... Oké. Vijf stokken, dan pakken we alle kool die we hebben, daar maken we hoeveel fakkels van. En dan kunnen we... Maandag er in ieder geval aan. Ah, hoeveel vakkers heb ik nodig? 15 stokjes heb ik nodig. 13, 17. Dat is goed. ...64, 27, dat is genoeg. Oké. Hout. Steen hier. Die zit er aan voor. Dure spullen. Laten we kwarts ook maar even hier erin. Die natuurlijk ook. Goed. Het is natuurlijk troep. Die nether hier achterin zetten, nether. En laten we het eten heel even hier zo maar erin gooien. Die zwaarden die heb ik dus tijdelijk niet nodig. Ja, die zit dus ook ramvol of niet? Ja, zie je. Dat betekent dat die en die helemaal vol zitten. Gooi dit even hierbij.
gooien we daarbij. Stokjes gooien we daarbij. Goed, vervolgens hebben we dus die 24 zo doen. 27 daar. Map daar. 2, 3. Dat zijn dus onze hoofdtools. En dan moet je ook een aantal pickers. Maar ik ga het hier zo in ieder geval bij laten, jongens. Wij zien elkaar uiteraard gewoon weer lekker. Morgen om 2 uur weer terug. Hopelijk zijn jullie echt dan open. Dan gaan we natuurlijk de grot in. Gaan we kolen, secret diamonds. Dat heb ik ook dus nodig. En we gaan dus morgen eerst enchanten. Dat moeten we ook nog eventjes gaan doen. Laten we dat even doen voor als we doodgaan. Dat we niet al onze levels kwijt zijn. Dus dat gaan we dus ook heel even morgen doen. Ja? Goed jongens, dan ga ik het hier eens bladeren. En zien we elkaar weer morgen om 2 uur weer terug. Kijk eens. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgenmiddag dan maar weer, hè, jongens. Mazzel!